Yo, what up guys? Welkom terug bij weer een nieuwe aflevering op mijn kanaal van Horizon Zero Dawn. Inmiddels episode 55 en man, wat was de vorige poort vol actie gepropt. Het droop gewoon van dat beeldschermpje af. Eén en al actie, omdat we ons vol storten in de jagersmissies. En we gaan daarmee verder. We moeten het simpelweg afronden. We hebben inmiddels 12 van de 15 jachtsinsignes, of hoe we het ook noemen. Laten we het stralende zonnen hebben verzameld. We moeten er 15 hebben. Bij 15 krijgen we en rewards bij de jagerschilden. Die wapens en rewards die we vervolgens krijgen van de jagerschilden kunnen we gebruiken in de sidequest die we voor de jagerschilden gaan doen. En zo zullen we deze part aan de slag gaan met Aloy. Eerst nog wat jagersmissies, stralende zonnen verzamelen en dan gaan we daadwerkelijk naar de jagerschilden in Meridian om ons daarin te verdiepen. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Episode 55 van Horizon Zero Dawn start hier. Het ziet er best stormachtig uit. We staan in de jungle, laten we er snel heen gaan. Ik ga er ook echt als een meloot voorbij sprinten, want anders heb ik weer ruzie met deze robots. Daar heb ik geen zin in. Een gebied waar ik voor mijn gevoel nog echt weinig geweest ben. Zie je, ik ontdek zelfs kampvuren. We steken hier een riviertje over. Wordt nog steeds achterna gezeten door sawtooths. Tof dit man, een jagersplek in de jungle. Awesome. Ziet er tof uit dit stijltje. Hallo. Oh, dat was mijn eigen paard. Shit. Paardje. It was not the bedoeling, mate. Ik vind dat zulke schattige krabbetjes, hè. Het zijn zulke moppies. Hallo, ik ben een krabbetje. Wow, 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 wow. Een overname van een... Hoe heet het ook alweer? Ik weet het niet meer. Ik kan hem scannen. Stalker, dat was het. Je plaat hem. Dankjewel voor de held. En we gaan dan naar boven. Naar de plek waar het wel veilig is. Oké, tof. Here we are, people. Hello. What is this place? What are you doing? I was listening to the herd. Have you come for the stealth trials? I'm not sure. You must decide. Who are you? I am the keeper of these grounds. Waarom fluisteren we? Wat zijn we aan het doen? Ja, prima. Prepare yourself and choose your trial. I will describe it for you. Wat is de eerste? Kijk uit! The watchers of the herd attack quickly. Take them down while in stealth to prove your skill.
Let the trial begin. Slide down a rope to start. Spannend. Vind de Watchers en maak ze geruisloos af. Watcher 1. Watcher 2. Watcher 3. 4. Oh, Shellwalker, fuck dat. Oké, go. Hoeveel moet ik er doen? 4. Oké, het ging op zich goed. Als ik nou even gewoon weer terug ga naar mijn stealth location, dan zit het wel weer snorren. Het mooie is dat dit ook totaal niet stealth is, zie je dat? Maar als ik gewoon op dat kopje spring, telt het als stealth, dus prima. Ik ga me er niet eens druk om maken. Fuck this shit, ik heb het tussen aanhalingstekens gehaald. Dan hadden ze de game al moeten fixen, right? Als ik het op deze manier haal, dan is het stealth. Doei. Such skill from an outlander on your first attempt. Take this blazing sun as your proof. Shellwalkers guard their cargo with their lives. In this trial, we must meet 4 of their containers in the allotted time. Sorry? Shellwalkers guard their cargo with their lives. In this trial, we must meet 4 of their containers in the allotted time. 4 containers leeghalen. Steel yourself. Your trial begins when you slide down one of these ropes. Ik hoop dat ik het snap. Het klinkt namelijk alsof ik het niet snap. Ik heb sowieso ook nog nooit veel met Shellwalkers gevochten. Shellwalkers should be easy enough to override now.
Wacht even. We gaan het even opnieuw doen. Ik heb hier maar 1 minuut 5 voor. Ik sta gewoon stil nu. Ik heb hier maar 1 minuut 5 voor. Oké, jongens. Dit is alles behalve moeilijk. Maar ik heb iets ontdekt. Ik heb een soort cheese ontdekt. Weet je wel, Destiny. Als je Destiny speelde en je ging die raids doen, dat er bepaalde cheeses waren om de game super easy te maken. Nou, daar heb ik nu dus mee te maken in deze game. En het is niet dat het me uitmaakt ofzo. Want het is namelijk echt een kutmissie. Het is alles behalve moeilijk, maar het is wel degelijk kut. Dus let op deze cheese. Als je gewoon genoeg ravage hebt aangericht, dan kan je ze blijkbaar gewoon looten vanaf de grond. Top, en we looten hem. En it's ready. Doei. Hij was weer gezellig, jongens. Ik peer hem. Such skill from an outlander on your first attempt. Take this blazing sun as your proof. And now the allerlaatste. Stalkers have defeated many hunters who favor brute force over patience. Don't make that mistake. If you're up to the task, defeat these stalkers, and you'll receive the mark you deserve. We gaan het zien, we accepteren hem. Agreed. I start timing once you slide down a rope. De reden dat mijn armor zo hysterisch bleef doen is trouwens gewoon het feit dat er een enemy in de buurt was. En dus detecteerde die gevaar. Ergens hier is Stalker Area. Blijft sowieso super tricky. Kom naar de volgende. En boom. Sick. We hebben dit zo episch verslagen. Fuck stalkers. Ze doen me niks. En wat zeg je daarvan, meneer? Wat zeg je daarvan, meneer man? Such skill from an outlander on your first attempt.
take this blazing sun as your proof. You have many sons, and they will earn you special weapons at the Lodge of the Living. Speak to Idava there. I'll be on my way. Return again when you are ready. Helemaal mooi. Het feit dat deze man al aangeeft, yo man, je hebt echt fucking veel straal aan de sterren. Ga nu naar de jagerschilden, want ze zijn trots op je. Nou, dat betekent dat we dat ook maar gewoon moeten gaan doen, hè. Sowieso gaan we niet rusten voor het eindgevecht. Nope. We gaan deze doen. Op kaart tonen. Bevindt zich daar. Awesome. Laten we naar Meridian reizen. En verder gaan we met de jagerschilden. Zo. Meridian. Zo terugdenkend aan alle gevechten die we in de afgelopen parts hebben gehad om de jagersmissies te halen. Jezus man. Het is echt heel erg goed gegaan. Ik kan niet wachten om het de jagerschilder daadwerkelijk te vertellen. Het kan niets anders worden dan heel erg vet. Want ik heb gehoord in de wandelgangen dat sowieso de jagerschilder missies best wel tof zijn. Er komt een sidequest die heet Redmaw, die blijkt interessant te zijn. Plus natuurlijk de rewards die we nu gaan ontvangen voor al onze stralende zonnen. Zo, even rust. De area moet renderen zoals je ziet. Het is en blijft een console. En een hele grote game. We gaan mijn stralende zonnen inleveren. Hello. Mooie dame is dit. What can I do for you today? Nou, ik heb pittig veel stralende zonnen, dus ik kom mijn beloning ophalen. How are the trials going for you? Have enough marks for a weapon yet? I believe I have enough here. What next? You brought in all the sun marks at once. You're going to make a lot of hunters jealous. Not that it takes much. I'm pleased to present to you a Lodge Blast Sling, a Lodge Rope Caster, and the Lodge Warbow. Congratulations, you're a master hunter of the Lodge. All I can give you now is encouragement. Wapens van het gilde. Ik ga hem ook instellen en ik ga de gekke shit opgooien. Weapons? Wacht, laten we eerst die kisten openen. Het zijn denk ik helemaal onderaan staan die drie kisten. Al die blazing sun shit, jongen. Oké, laten we naar de wapens gaan. We hebben drie nieuwe wapens vrijgespeeld. Zie je, speciaal van het gilde. Als je bijvoorbeeld vergelijkt met de normale. Dit is de schaduwprecisieboog. Heeft een gebruiksgemak van 21. Deze heeft automatisch al een gebruiksgemak van 50. Dan doet hij gebruikt best kut dingen. Precisieboog, oorlogsboog. Dat is wel een pittig verschil natuurlijk. Deze schiet ander soort pijlen die ik normaal gesproken helemaal niet gebruik. Dus fuck deze shit eigenlijk. Deze is dan wel weer heel tof. Als je het vergelijkt met deze. Schaduw explosie katapult. Poeh. Nice. Maar ik denk dat ik vooral geïnteresseerd ben in de touwwerper. Vergelijken met de oude. Heel nice. Wat zat hier op? Wat zat er op deze? Breuk. Wacht heel even, we moeten echt een trader gaan vinden. Ik hoop al die zaken. Oké, jongens, ik ben even naar een lokale trader geweest en heb dus verschillende aanpassingssferen die echt er niet toe doen verkocht. Zodat ik dus mijn eigen touwwerper kan leeghalen.
Ik had er voornamelijk breuk en gebruiksgemak op gedaan. En dan kan ik een nieuwe instellen. Namelijk die. En dan knallen we er de hoogste breuk op mogelijk. En vervolgens gebruiksgemak. En dan stel ik hem ook in. Tof. Oké, en tot zover de wapens. In de andere ben ik simpelweg niet geïnteresseerd. Dus ik heb nu een loadout, een gilde touwwerper die ik heel erg interessant vind. Voor de rest gaan we mijn standaard loadout. Namelijk gewoon de precisieboog, de jagersboog en de katapult waarmee ik elemental damage doe. Laten we verder gaan met de game. Namelijk naar de missies. Extra. Dit is sidequest. Klusjes, nou kan eindelijk deze aan. Op jacht naar het gilde. We kunnen praten nu met mensen om op zoek te gaan naar een sponsor. En met deze reputatie binnen de jagersgilde. Met deze daden die we zojuist hebben verricht. Met een episch jagersgilde wapen in mijn hand. Gaan we praten. Op zoek naar een sponsor. Tof toch? Roadback 1. Dit is best tof. Eigenlijk moet ik dit even lezen, maar je ziet hoe groot het is en dan duurt de part simpelweg te lang. Er komt namelijk een sidequest aan vanaf de jagersgilde en die heet Redmaw. Dus dit heeft er sowieso mee te maken. Yo gast, ik zoek een sponsor. What up? Excuse us. Ah, the machine rider graces us with her presence. You're Anora, are you not? A fighter from the Savage Lands. Savage. The sacred land, but yes. I fought for everything I got. Huh. Tell me, do the Nora often wander into other people's homes and do whatever they like? Of course not. But that is what you're doing, right now. Stinking up our lodge, pestering your betters. What the you're fuck? You're hardly my better. Legan said I had to meet you to become a member. That would be true if there were any chance of you becoming a member. But you're a savage, and no savage will rise in the ranks of the Hunter's Lodge while I am the Sun Hawk. Now be gone. No. I was led to believe there are rules here. If they count for nothing, then even your position is meaningless. So quit blustering and tell me, is there a hawk who is free to sponsor me? Very well. Talana is free. Wouldn't that be fitting? Trash sponsoring trash. Now get out of my sight. What a fucking faggot. Dus we hebben... Wist je nog de gast die binnen dat andere dorp, daar waar Tab ook was en de Heilige Berg, daar hadden we één zo'n leider die ons echt haatte. Die gast die de wc aan het guarden was. Dit is gewoon de nieuwe versie binnen die aangeschilderde. Waarom zijn er mensen zo haatvol? Het is echt bizar. Op zoek naar een sponsor. Waar is ze? Is dit er? Ja, een lekkertje ook gewoon. You're Talana? Assis said you were a hawk without a fledgling to sponsor. Or are you trying to drive me off too? It's okay, I've dealt with worse. I'll bet you have. But you're wrong. It's not okay. Especially not today. Supermooi meisje. What happened today? One of our own just died fighting Redmaw. You'll never face a more dangerous Thunderjaw. Cuts through trees, rocks, people. I'm sorry to hear that. It's part of the hunt. Assis, what's his story? He's the Sun Hawk of the Lodge. The highest ranking asshole. Sorry, member. He's taken down ravagers, stalkers, behemoths. So? I've taken down a lot of machines. As have I. Even brought down two stormbirds. But he's a hawk who brought in the trophies first. That's how it works. Whichever hawk defeats the greatest machine first, becomes the Sun Hawk. How does one become a hawk? When a hawk dies, his thrush is promoted in his place, no matter how anyone feels about it. Who is this Legan, the man at the door? Legan? He's a hawk. He had an impressive run in his day, but he doesn't fight anymore.
He supports the Lodge in other ways. Unlike the other Hawks, who hoard all of S kills and drink the bar dry. Is there any actual hunting in this lodge? So far, it's been all talk. Yes, of course. You fight a machine, then bring its trophy to Assis, the Sunhawk, then no one can deny you brought it down. I'm ready to hunt, so tell me, what do I have to do? You want them to regret looking down on you? Then speak to them in their language. Kill 3 Sawtooths, 2 Ravagers, and a Stalker. Deliver their trophies directly to Assis. That should shut them all up. So if I do that, you'll sponsor me? I'll consider it. Just to make Assis boil. Onzin ook, want in mijn hele fucking loopbaan... Het is natuurlijk bizar dit, want in mijn hele loopbaan heb ik veel meer dan dit neergehaald. Ik heb al 80.000 van dit soort beesten neergehaald. Ik versla infected Thunderjaws. En nu gaan ze opeens hier een ding van maken. Yo, dit is vet moeilijk en zo. Weet je wat ik gewoon sterker nog ga doen? Ik ga hier gewoon de part eindigen. Want ik ga dit gewoon doen in mijn vrije tijd. En dan met die trophies op zak zal ik terugkeren naar deze questline. Want man, dit is echt pure bullshit dit. Dit is echt, 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 echt pure bullshit. Jullie weten hoeveel monsters we hebben neergehaald. Monsters, beesten, machines. We hebben zoveel machines neergehaald. En nu, versla een stalker. Kan je dat? Ja, net 2 met mijn bare fists. Ja, nou en, doe er nog 1. Zo gaat het nu, dus dat ga ik niet doen in de part. Vind ik gewoon niet interessant, fuck die shit. We gaan de part eindigen door deze sidequest op te pakken. Wat vinden jullie daarvan? Ja, dat merkte ik dus ook al tijdens het fast travelen. Wearing my disguise? Wat? I don't get it. Inventaris, outfits. Ik neem aan dat dit mijn disguise is ofzo. Huh, zuip en dan een pakje aan. Zijs, echt cool soort erbij. Beetje vreemd. Ik ga de part sowieso hier eindigen, alleen met de sidequest. Dat is de enige reden dat ik hier kom. Omdat de jagerschilder me letterlijk een te lompe missie heeft gegeven. Oké, sidequest. En part ending. Ben benieuwd, jongens. Chiron was too cruel for Avad. What, and driving us out to starve is... She's very pale. Is she unwell? Yes. She's a fighter, but the fever on her won't lift. It only burns hotter. Her name is Shiana, my sister. Isn't there anyone in Sunfall who can help? We're refugees. We know our place. And there's only one healer in the territory. He's... difficult. His soul is in shadow. His... soul is in shadow? Ghalif. That's him. He's very clever, but... he has little care for people. Perhaps the desert scoured it all away. Perhaps he was always like that. Either way, I know he won't help us. Well, I'll see about that. Where would I find him? Last I heard, he was patching up soldiers at Blazon Arch. Another border battle. Starving is bad enough, but at least we had our son. Oh, ze is zo'n klein meisje, de eet van de genezer. Tof. Nieuwe sidequest opgepakt. Een nieuw avontuur dat we kunnen gaan beleven in een van de volgende afleveringen. Ik ga me natuurlijk bezighouden met de jagersmissies en de hele jagerschilden. Maar, jullie zullen daar niet veel van meekrijgen, omdat ik gewoon al zoveel machines heb vermoord in deze hele game. Dat ik nu gewoon even in mijn vrije tijd, buiten de opname, kill ik ze even snel. Dan heb ik de trophies in mijn inventory. Met die trophies keer ik terug naar de jagerschilden en zal hun hele verhaallijn vervolgen. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Dat is part 55 van Horizon Zero Dawn. Thanks voor de support en tot de volgende. Peace.